When you change the way you look at things, the things you look at change. Met andere woorden, als je op een andere manier ergens naar gaat kijken, zul je andere dingen zien. Waarom is dat belangrijk? Nou, je hebt een beeld van de wereld. Wat vind je goed, wat vind je slecht, wat vind je mooi, wat vind je lelijk. En dat is jouw perceptie, dat is jouw waarheid en die klopt. Nou is het alleen ook zo dat een ander het net iets anders kan zien. En dat is zijn of haar waarheid. En wat heb jij daaraan? Nou misschien zit daar wel aantrekkelijke inzichten in die ook heel handig voor jou zouden kunnen zijn. Maar ja, zolang je het niet met elkaar eens bent, is dat lastig. Totdat je zegt: Ja, maar we kunnen allebei een mening hebben waar we het niet mee eens zijn, en toch ook allebei gelijk hebben. We zijn het niet met elkaar eens en toch hebben we allebei gelijk. Kan dat? Ja. En des je dan begint te worden en leert kijken hoe anderen dat kunnen zien, dan kan jij mogelijk aanvullende inzichten krijgen waarmee jij naar je werk, naar je dagelijks processen anders gaat kijken. Heel veel plezier, succes ermee. Met kunst is het makkelijk, dan zeg je: dit is mooi, dit is niet mooi. Wat betreft tot je dagelijkse praktijk, spannender, maar ook heel interessant. Succes!